Ines, nou ja, heel direct verwijs je eigenlijk naar de grote wereldbol achterop de Tuin der Lusten. Als die lijken dichtgeklapt zijn, dan krijg je een prachtige bolvorm die een soort wereldbol is. Dus ik kan verwijzen naar het besef van die tijd dat de wereld rond was. Dat was toen eigenlijk nog niet zo lang bekend. En dat besef begon steeds meer door te dringen. Kijk, hier komen ze aan. Een beetje bij ons in de weg lopen. Ja, kom maar. Ja hoor. Ja, gaat hij goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Dus de latexmoeder hebben ze dit genoemd. Het is een trio kunstenaars die al voor het derde jaar meedoet. En elk jaar hebben ze iets met latex. Het heeft niks met latex te maken, maar dan toch. In de naam is het altijd latex. Dat is hun geintje. Bernadette Notte en Doris Verwiel en Martijn Moerbeek. Dit doet mij een beetje denken aan Jules Verne. Ja, dat doet het een beetje aan denken. Het is een beetje, op het moment is het een beetje de heeft een bepaalde naam, de steampunk. Dat is een beweging in de kunst onder jongeren. Die een beetje naar die periode verwijst inderdaad. En die laten. Dus hebben jongeren van het Koning Willem I College hebben deze hoofddeksels gemaakt, deze kraan aan een ketting. Aantallen van zwemt ook zelf mee. Ze maken daar steeds patronen mee in het water. Dus dat is een soort kralenketting die steeds nieuwe patronen maakt. En die patronen die staan ook, een aantal van staan in het boekje benoemd. Dus kunnen mensen ook zien waar het een beetje vandaan komt en een beetje controleren of ze het een beetje netjes doen. Ja, dat kun je vooral heel goed zien van boven natuurlijk. Ze maken nu de Moeder Maria. De dingen. Ja. Wat is dit? Het noorden. Ah, dat is inderdaad fietsen. Romans, ja. En Bert Vogels. Dat zij zich laten inspireren. Tineke is ermee begonnen met dit verhaal. Geïnspireerd door het feit dat de hel van het noorden, de Kasseienweg tussen Parijs en Roubaix, eigenlijk een soort zelfgekozen hel is van allerlei wielrenners. Dus ze heeft ook een aantal wielrenners bij elkaar weten te vinden om dit te doen. Dat zijn mensen van de TWC de Cup, moest ik zeggen, want het zijn niet allemaal zondagswielrenners, maar TWC de Cup. Zo ja, ik zie het. Ja. En spinners van Club Actief. En die doen ook heel erg het best om te laten zien hoe ongelooflijk moeizaam het kan zijn over die kasseienweg te moeten karren en daarop. Het lijken echt kasseien, maar dat zijn het niet, denk ik. Ze zijn zachte kasseitjes. Ja, zachte kasseitjes. Er zit ook een hele bijzondere aandrijving, een soort hartslag die gemaakt wordt door de voorste fietser om aan te geven hoe moeizaam het allemaal is. En achterop de boot zie je eigenlijk een hele bijzondere aandrijving, is echt helemaal uitgedokterd door Bert Vogels zelf. Oh, het is wel een fiets? Ja, het is wel een fiets. Alles met fietsen gemaakt. En die kan dus echt hiermee het ding helemaal aansturen. Kan het nu even niet, sinds de ketting net afgelopen is, dus je moet er even af, zie ik. Maar dat gebeurt af en toe. Heeft het nog niet in de gaten, maar dat. Maar je kan er dus echt goed mee sturen en mee de aandrijving mee laten lopen. Dus, ik kan ook mee terugrijden en de hel van het noorden. Zeg, wij wachten natuurlijk nog steeds een beetje op die bal die brug over moet. Ja, we zijn er heel benieuwd naar. Dat zal nu toch zo gaandeweg moeten gaan. Ja, je gaat al naar de kant te zien. Ja. Nou, er is ook een camera daar. Dus, dat is mooi, want wat gaat daar gebeuren? Hij gaat even uit het nu, water? Ja, die moet over de kant en over de brug heen naar de andere kant. En dan weer terug het water op. Kijk, daar staan mensen inderdaad al klaar om eventjes eruit te halen. En zo komt hij dan. Ja. En kijk eens, hier komt een nieuw beeld aan. Ja, je zei, er komt nog één klein versteeld. Ja, prachtig. De Verleiding van Thea van Vliet. En ik heb Thea daar al zien staan, dus ik wil eigenlijk maar vragen om zelf wat over te gaan vertellen. Ja. Nou, dat lijkt me een uitstekend plan. Kijk, jij mag het vertellen. De Verleiding. Nou, de verleiding bestaat uit porseleinen appels met aluminium gegoten vleugels en vissen. Hier ook te zien. De appels staan voor de verleiding die Eva niet kon bieden aan de appel. Hè. En staat ook eigenlijk voor mensen tegenwoordig die de verleiding niet kunnen weerstaan om alles te hebben wat ze willen hebben. En daarmee eigenlijk een beetje losraken van de aarde. Vandaar de vleugels, het opstijgen en de realiteit eigenlijk niet meer zien. Ja, we onderbreken hem heel even, want we zijn ook die gouden bal, die moet ook het water uit en eroverheen. En we zien nu dat ook inderdaad gebeurt. Prachtig hè, alles bij elkaar. Heel mooi. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, het ziet er heel mooi uit.
Nou, u loopt natuurlijk mee met uw eigen kunstwerk, maar ondertussen is er genoeg te zien ook van... Ja hoor, ik heb alles al gezien en mijn kunstwerk is één van de laatste. Dus dat is heel leuk, want dan kun je alles zien en daarna komt mijn eigen ding nog. Dus het ziet er echt prachtig uit. Wordt door één zwemmer gedaan? Wordt door één zwemmer gedaan, ja. Ja. Het is eigenlijk de bedoeling dat je hem niet ziet. Wij zien hem ook niet hoor, geloof ik. Nee, bij de generale zag je hem niet, maar toen stikte mijn zoon bijna. Dus ik heb toch iets meer ruimte gegeven. Dat is wel heel aardig. Ja. Ja. Kijk, en daar gaat de gouden bal. Hier zien we inmiddels het officieel het laatste project uit de Bosparade. Sirene. Ja. En we zeggen officieel omdat dit inderdaad de laatste is, tenzij Waterlanders nog tenzij komt. Tenzij Waterlanders nog komt. Ik heb daar verder geen signaal over gekregen, maar ja, mijn telefoon staat ook af, dus ik weet het niet. Nee. Zien hier op de wal zien we Bart Maris lopen, trompetist uit Gent. Dus Rick Verstrepen heeft dit project gemaakt, dat is een componist uit Gent. En hij heeft eigenlijk een voorloper van dit project in Brugge al een keer uitgevoerd. En ik vond het heel erg mooi. Nou, dat moeten we gewoon kijken of we dat om kunnen bouwen naar Bosparade. En we hebben hem uitgedaagd om hier te gaan werken met het Brabants Kamerkoor. Een fantastisch koor, wat we ook heel graag in de Bosparade willen hebben. Die de afgelopen jaren ook projecten gedaan hebben, maar dan steeds fragmentarisch. En nu hebben ze eigenlijk de kans om als totaal koor hier aan mee te doen. En helemaal mooi tot terecht te komen. Laten we even gaan luisteren. Kijken. Dit was toch echt het einde? Ik denk het ook. Ja. De A is leeg achter ons. De Waterlanders bij Lieke en Rommert. Lieke Tripaldelli en Rommert Calier die dat project gemaakt hebben. In samenwerking met onze werkplaats van Opus. Vanavond gaan ze het niet redden in ieder geval. Nee, ik denk dat de tranen nu heel hoog zitten. En dit was de Bosparade 2012. Zaterdag om 5 uur en zondagmiddag om 3 uur. Dan vaart hij hier nog een keertje over het riviertje de A in Den Bosch. Ik zou gaan kijken als ik u was. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Stichting Hieronymus Bosch 500. Op 20 juni start de Bosparade weer, een stoet van kunstwerken over het water, geïnspireerd door Jeroen Bos. Omroep Brabant volgt de 3 teams van kunstenaars bij de bouw van hun kunstwerk. Ja, precies. Ja. Aan de keukentafel, daar begint het plan van Yvonne van der Velde en Ilona Willemsen. Ze hebben al flink wat tekeningen klaar liggen. Een overbevolkt eiland, we noemen het ook Weiland, want het is vol met mensen van de Wij-familie. En dat vlot is zo vol dat er de mensen af gaan vallen. En die moeten dan weer een plekje terug opnieuw op het vlot veroveren. Dus die vallen aan de voorkant af, zwemmen op de achterkant, zwemmen er achteraan en op de achterkant trekken ze zich weer erop. En de mensen op het vlot symboliseren eigenlijk ook de maatschappij of de samenleving, waarin we te maken hebben met heel veel kwetsbare mensen die het niet alleen redden. La! Er vaart een koor mee met Weiland. Het koor Moises Bos is al flink aan het oefenen. La 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 la. Nou niet doen. La 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 la. Dus gewoon niet, vooral niet te netjes. Vooral niet te netjes. La. En als je ze dan allemaal bij elkaar hebt,
kun je net zo goed even de kostuums passen. Ligt daar nog iets? Hij is goed. Dus je hebt allerlei soorten kledingstukken. Het is een beetje track and trace. Dus ik zag net een stukje van mijn sportshirt, maar ook een stukje van de broek van mijn man. En dat wordt allemaal samen herenigd tot nieuwe kostuums. Dus het is een jasje van deze met een mouw van die. Dat wordt allemaal aan elkaar genaaid en met speciale stiksels en etiketten. En voor iedereen wordt speciaal een kostuum gemaakt. Ja, een buit uit mijn beeld. Ja, blijf gewoon blijven. Zijn we compleet eigenlijk? Het weiland drijft. Op een regenachtige avond vertrekt het kunstwerk bij de roeiclub voor een proefvaart door de stad. Het zal niet zinken, maar is het bestuurbaar? En kan het al de bochten in het parcours wel aan? Aan de andere kant worden ze opgewacht door een lachende Yvonne. Dat is gewoon zenuwen, dat is gewoon pure angst. Nou nee, ik denk wel dat het goed komt, maar ik vind het wel heel erg spannend. Want er zijn een aantal zaken die we nog echt serieus moeten oefenen. Dat is onder andere de voortstuwing. Wat we ook moeten oefenen is hoe gaat dat op het water met zingen en op elkaar reageren. Er vallen steeds mensen af, dat is goed, dat moet ook, maar gebeurt dat ook op het juiste moment? Dus er zijn nog veel onzekerheden, zal ik het zo zeggen. Oké, dus er moet nog veel gebeuren, maar dit is in ieder geval gelukt. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Stichting Hieronymus Bosch 500. Op 20 juni start de Bosparade weer. Een stoet van kunstwerken over het water, geïnspireerd door Jeroen Bosch. Omroep Brabant volgde 3 teams van kunstenaars bij de bouw van hun kunstwerk. Zwevende vissen, dat is het idee van Ted van der Donk en Saskia van der Linden voor de Bosparade. Een school vissen die zweeft boven het water van de A. Zullen we even doen? 1, 2, 3. Sorry. Het was een soort droom, heel magisch. Die vissen moeten echt gaan vliegen boven het water. Het leek me heel, heel maf om zo'n surrealistisch Jeroen Bosch beeld nu boven het water te zien zweven. Grote, deinende vissen in de lucht met grote mensenogen. En die hebben vrouwenbenen. En die vissen worden voortbewogen door roeiende mensen in een bootje, een roeibootje. En die vis heeft die mens aan de haak geslagen. Dus er zit een grote visangel door die roeiende mensen. Het idee is mooi, maar hoe nu verder? De vissen moeten een soort ballonnen worden. Maar hoe krijg je die luchtdicht, om maar één probleem te noemen? En wat gebeurt er als het gaat regenen? Dat wordt ook nog een leuke verrassing. En lopen ze niet leeg, want deze loopt nu alweer. Ja. Ted en Saskia bij OC, een bedrijf in Den Bosch dat printers bouwt. Het is het eind van een lange zoektocht. Ze hadden het materiaal voor hun visballonnen, maar hoe kreeg je daar nou een vis op? Ik ben op zoek gegaan naar een printer eigenlijk die dit materiaal kon beprinten. Dat is ballonnenfolie. En dat ging bij geen enkele printer. Maar toen heb ik een of andere... Van iemand gehoord dat je op een of andere Arizona flatback printer of zoiets, daar kon je mee op folie printen. En dat heb ik gegoogeld en het bleek dat die apparaten worden hier in Den Bosch bij OC gemaakt. En daar heb ik gebeld en zij zijn dus bereid om voor de Bosparade dit voor ons te printen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Die machine die blijft deze middag draaien en we hopen het morgen op te halen. We gaan nog iets maken voor die hengel, omdat we vorige week vrijdag een proefje hebben gedaan en toen waaide het hard dat die vis echt
Ted en Saskia hebben hulp gekregen van leerlingen van het Van Maarland, een VMBO-school uit Den Bosch. Ze gaan in de bootjes zitten en besturen de ballonnen, terwijl ze een sirenezang zingen. Het regent, dus ze oefenen binnen. Mooi. Oké, hartstikke goed. Maak hem nog iets langer, want anders is hij te kort. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Stichting Hieronymus Bosch 500. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Stichting Hieronymus Bosch 500. Op 20 juni start de Bosparade weer, een stoet van kunstwerken over het water, geïnspireerd door Jeroen Bos. Omroep Brabant volgt de 3 teams van kunstenaars bij de bouw van hun kunstwerk. Thomas Rutgers en Jitske Blom willen een drijvend podium maken, waarover muzikanten lopen in een eeuwigdurende beweging. Eigenlijk gewoon een vrije vorm op het water. Hij meandert en... De personen die er overheen gaan lopen, gaan elkaar kruisen, 2 keer. Van die meandering zul je dus zien dat bijvoorbeeld een speler het ene moment naar je toe loopt, en je zult hem hard horen, en dan ineens draait hij zich om, loopt de andere kant op, en hij valt weer weg. Thomas heeft de muziek geschreven. Een niet-alledaagse partij. Het idee is dus, de muzikanten die spelen elk patroontje herhalen. Dus het eerste patroontje wordt pam, 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 pam. En dat herhalen ze gewoon een willekeurig aantal keer, ongeveer een minuut, maar hoe lang precies, mag iedereen voor zichzelf weten voordat ze naar het volgende patroontje overgaan. Pam, 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 pam. En vervolgens bij het derde patroontje komen. Pop, 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 pop. En omdat iedereen dat dus op een verschillende manier gaat doen, is dus de bedoeling dat het op een gegeven moment 1 brei wordt. Puur even voor het idee. Dit zijn de Stadspijpers, de mannen die straks over dat drijvende podium gaan lopen. Ze zijn gespecialiseerd in oude muziek. Renaissance muziek, 15e, 16e eeuw. Dansers, ja. Er zijn zoveel stukken geschreven. Suzzato is een hele bekende componist geweest. En dat is dus heel wat anders dan Thomas muziek. Het zijn fragmentjes die je een aantal keren achter elkaar moet spelen. En op een gegeven moment ben je de tel kwijt en dan ga je naar het volgende fragmentje. Maar dan zit... Het mooiste is als er iemand het eerste fragment speelt, het zesde of het twaalfde, en dat het allemaal door elkaar gaat lopen. Dan krijg je die eeuwige beweging. Bij de eerste repetitie klonk het ongeveer zo. Nou, nummertje 1 gaat heel goed, bravo. Hier in een loods, buiten een bos, gebeurt het echte handwerk. Hier wordt getimmerd en gebouwd. En hier beleven de kunstenaars hun harde tegenslagen. Net, die je net hebt gefilmd, was de enige wanhoop tot nu toe. Dus dat is mooi dat je er was. Maar... Nee, voor de rest gaat het eigenlijk voorspoedig. Het ging heel voorspoedig totdat jij kwam. Ja. Het laatste deel moet worden gemaakt. En dat, we hebben alles nu gebouwd. Alle losse platen gedecoupeerd, sandwich van gemaakt. En er is nog 1 stukje wat ertussen moet. En ja, doordat alles net een beetje scheef kan zijn vastgezet, ontstaat er uiteindelijk een groot verschil aan het einde. Dat moeten we nu nog even overwinnen. En dan moet het goed komen. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Stichting Hieronymus Bosch 500.
Over there, swim there. Swimming. You usually flip it because the current's really heavy. Really strong. Really strong. Ik ben Jan, ik ben derdejaars student aan Art en Design. Ik ben bezig met een project waarbij ik een stad ga bouwen op een emmer. En daar zeg maar met verschillende filmposters, dus echt van hele grote producties, zeg maar de filmposters helemaal aan kochten gaan maken en daar een mooi project van maken. Ik ga een duiker maken in steampunk stijl natuurlijk. Ik heb een hoofd zeg maar, gemaakt met een soort gasmasker en ik heb een duikbril. En dan doe ik twee slangen, die bevestig ik aan de mond. En dan gaat hij naar achter en achter op de rug heb ik grote Coca-Cola flessen die ik overspuit en als een soort zuurstofflessen houd.